Yes, yes, Keizer en zo. Een nieuwe video. Hey, hey. Hey, hey. Hey. Ik stond vanmorgen op met een kronkel in mijn kop. Ik dacht nog bij mezelf, hoe kom ik hier ooit bovenop? Toen zag ik mezelf in de spiegel staan. Toen dacht ik bij mezelf, we moeten ervoor gaan. Hop, hey, daar zijn we dan. Ja, het is 2 uur nu. Winkelcentrum Preeskaaf. Ja. Maar er waren nogal wat reacties. Waar ik mezelf ook verbaas. Nou, hoe kan ik het beste formuleren? Er was er eentje op Instagram. Die zei over dat filmpje met die jongetjes. Dat ik achterna gezeten werd. Door 3 mannen dat ik vastgepakt werd. Ja, ik hoor hele nare woorden voor een volwassen vlogger. Daar gaat hij er weer zo in. Nou, ten eerste, wie zegt dat ik volwassen ben? En ten tweede, als jij aanstoot neemt aan het woordje opkankeren, dan mag je zelf ook opkankeren. Ja, natuurlijk. Ik ben helemaal niet fan van dat woordje. En het liefst gebruik ik het ook helemaal niet in mijn vlogs. Maar wat men dan niet beseft is dat wanneer je achterna gezeten wordt door 3 man, en je niet weet wat diegene bij zich draagt, en je ook nog eens vastgepakt wordt, nou weet je, dan komt er een soort adrenaline bij mij naar boven. Waardoor ik gewoon opkankeren zeg. En nogmaals, ik ben niet fan van het woordje K. Ik gebruik het ook liever niet in mijn vlog. Maar ja, goed. Als ik onder adrenaline zit, dan zeg ik dat woordje. En dat zal ook altijd zo blijven. Ik weet niet waar dat mee te maken heeft. Of dat nou te maken heeft met dat ik opgegroeid ben in een volkswijk of wat dan ook. Ja, weet je, ik doe mezelf niet ten onder aan een andere persoon. Ja, dat dus. En er zijn er ook nog van die mensen die zeggen van, ja, maar jij bent een junk. Huh? Een junk? Ja, want je bent verslaafd. Nou, dan kaats ik meteen de bal terug. En dan zeg ik gewoon, of dan vraag ik aan diegene, maar luister jij ook naar Michael Jackson? Oh ja, die vind ik wel goed. Nou, die was nog een grotere junk dan ik. Die zat aan de opiaten. Rolling Stones, Red Hot Chili Peppers, die spoten heroïne. Dus ja, de grootste artiesten zijn de grootste gebruikers. Boudewijn de Groot, die schreef zijn nummer, Avond. Oh, een duif, onder het mom van een jointje. Snap je? Dus, nou, hebben wij weer. Dus dat wilde ik even kwijt. En dat doe ik dan in een overdekt winkelcentrum. Dus, ik heb ook mijn nukkigheden. Ik heb ook mijn verslavingsgevoeligheden. Ik heb ook mijn agressieproblemen. Ik heb ook mijn tekortkomingen. Ik heb ook mijn onzekerheden. Ik ga lekker op jezelf letten, man. Dus dat, Keizer en zo. We gaan beginnen, jongens. Hatsje! Nou, we staan nu op de hoek van de Johan de Witlaan. De Witlaan, de Witstraat. Bij de Aldi. Ja, ja, we zijn er weer. We zijn er weer. We zijn er weer bij. Hoe is het, maatje? Goed? En dat is prima. Als ik jou tegenkom, ga ik ooit anders uit. Jij wel. Hallo, fijne meneer. Hoe is het met u? Waar gaan we doen vandaag? Jij. Hè? Naar huis, oké, want het huis komt niet naar u. Ja, het is ook een beetje aan het motregenen in eentje. Ja, het is ook apart. Nou, we kunnen beter even naar de stad toe gaan. Want ik denk dat daar... ik moet sowieso naar de shop toe. Dus, hi. Gaan we daar gewoon even naartoe. Daar gaan we dan. Wat is dat nou weer? Wat is dat nou weer? Dit kan niet waar zijn. We hebben elkaar staan. En waar is dit voor? Ach, dit prachtig buitenaan. Oké. Okay. Jij bent een regenboogfiguur. Wow! 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 Oké. Nou, de gekken lopen dus meer buiten dan binnen. Of niet? Doei. Waarom? Doei! Doei doei! Oh, ik dacht dat ik gek was, maar jij? Ja, dit is echt geweldig. Echt. Waarom doen mensen dat, hè? Of niet? Why? Why?
Because you are happy today? Yeah. A little bit. I like to eat chocolate in the morning. Chocolate in the morning, and then you, you go out as that. Yeah. Oh, nice. Pretty much. No, maybe they say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I wish you a happy day today, and a lots of love. Thank you. Love is in the air. No. Heel apart. Hallo fijne mevrouw, hoe gaat het met u? Moet ik niet lachen, nee toch? Ik zet een mondkapje op. Oh, je hebt een mondkapje op, maar je bent buiten nu mevrouw. Ja? Ja, dan hoef je geen mondkapje op. Ook? Nee, echt niet, wat ga je doen? Een afstand houden natuurlijk. Ja, dat is waar. Anderhalve meter. Doei lieverd. Woe! Nou, dan gaan we weer. Is smakelijk. Hi maat. Een top interview. Ik zou ook wel zo'n camera willen hebben hoor. Gaaf. Ik wil ook geïnterviewd worden, jongens. Ja. Dat is lastig, want je bent zelf al aan het... Nee, maar dat maakt niet uit. Ik kan de camera gewoon vast blijven houden. Oh, dat... Ik kan praten en filmen tegelijk. Dus jongens, waar zijn we vandaag van? Over opiniepeilingen. Opiniepeilingen. Oh ja, ik ken jou van. Van NOS? Nee, niet van NOS. Laat me even denken. Ja. Ja, dat kan ik nog hoor. Ik heb nog een paar hersencellen. Van de online platform. Ja. Ja! We hebben hem te pakken! 10 punten. 10 punten. Volle punten. Volle punten. Dus nu mag ik geïnterviewd worden. Maximale punten. Gaat het over politiek? Hè? Hè? Nee, kan je niet zeggen een woordje? Kijk, gaat het over politiek? Sorry? Oh, papagaai. Oh, nee, is goed, is goed. Ja, is goed jongens. Hey. En wat is de ompie tot nu toe? De stand van zaken jongens? Heel wisselend. Heel wisselend. We weten het nog niet zo goed. Oh, jullie weten het nog niet zo goed. Dus jullie lopen ook maar een beetje te draaien. Oh, net pas begonnen. Is goed. Dan wens ik jullie in ieder geval een hele fijne, gezegende dag. Ik ook. En ik hoop jullie nog ooit tegen te komen in Arnhem. Ja, gezegende dag. Dankjewel meneer. Doei doei. Nou, we waren de interviewers en we gaan weer even verder. Nou, als je het over Michael Jackson hebt. En als ik een beetje opschep. Zitten stil, zitten recht. Wat ik wil bijvoorbeeld. Alle dagen zijn geteld, alle vragen zijn gesteld. En ik voel mezelf bekneld en ik zit niet meer veel. Ja. Ah, en we dansen op die beat. En we halen nog wat wiet. Kieren wiet. Doe maar lekker. Tja, tja. Ha, kinderburrito. Ik heb nog meer in mijn mars dan een ander. Hey yo, het is Halo. Het is Keizer en zo met zijn nieuwe video. Oh, stap nou weer. Hè? Hallo, vrede meneer. Wat er? Goed maatje. Kom even interview. Interview, maat. Nee, niet. Oh! Geen interview vandaag, jongens. Ja, goed, maatje. Mel? Nee, kom eens even, joh. Oh. Hallo, fijne dames. Hoe is het met jullie? Even interview, jongens. Oh, dit is niet. Oh, wat gaan we nou doen, jongen? Hey, maat. Jongens, zijn jullie geïnteresseerd in een interview? Nee, niet. Pas op dat je niet allemaal de naaste. Hè? Je moet het wel onder de neus houden. Doei doei! Nou, we gaan weer even verder. Hatsje, daar gaan we. Hop, hop, hop. Zo, haha. Ja, dat was een grappig ja. Ja. Ik ken hem nog van shirts volgens mij. Hé, hey, fijne meneer! Oeh. Jongens, zijn we lekker aan het genieten vandaag? Ja. Ja, heerlijk. Wat hebben we gedaan vandaag? Kippetje. Kippetjes gegeten. Oh. Ook, zou ik misschien een kippetje mogen? Zou ik heel tof vinden. Liefst niet, man. Ah, eentje maar. Nee, met terugwerkende kracht ook niet. Nee, jongens, is goed, dan gaan we nu even door. Doei doei, watje. Zonder problemen heb ik die stap genomen. Ik hoef niet eens te denken, laat mij mijn gang maar gaan. Ja la la ja la 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 ja la 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 la.
Zonder problemen heb ik die stap genomen. Ik hoef niet eens te denken, laat mij mijn gang maar gaan. Ja, la la. De pijn slijt wel met de tijd. Maar nu ben ik heel ver bij jou vandaan. Ik weet niet hoe het met je gaat. Ik leef al zo lang in onzekerheid. Of wordt al jouw liefde nu haat? Toe, kom terug. Waarom film je me mee? Waarom? Is niet de bedoeling om je boos te maken? Ik wil een ander film, man. Doe normaal, man. Hey, jij van mij. Hallo. Nou ja, zeg, is goed, joh. Ach, jongens toch. Nou, het is wat. Ik ben eigenlijk een vlogger. Ja. Mijn moeder heeft een ongeluk gehad. Ja. Dus ik zal hier gewoon even 1 minuut op willen laden. Wat heeft minuut. Het te maken met vloggen? Nou ja, ik ben niemand in gevaar, dus... Nou, u blokkeert hier wel de vlogger. Ja, maar waarom doe je dan zo moeilijk, maat? Ik kan toch gewoon even mijn appje sturen? Nee, want het is niet de bedoeling dat u hier de telefoon op maat. Nee, maar ik wil alleen even een appje sturen aan mijn moeder. Meer niet. Dan kunt u dat ook even buiten doen zonder dat u de telefoon opbouwt. Ja, maar ik vraag 2 minuten, meneer. U bent nu al 2 minuten aan het zaniken. Alsjeblieft. Nee, maar dit is niet de bedoeling wat u doet. Ja, maar oké. Okay. Ja. Ik ga wel even door, hè. Dank u wel. Nou. Lekker dan. Mensen doen tegenwoordig zo moeilijk, jongen, om alles. Echt, dat is niet normaal. Maar ja, goed, ik wilde dus even de oplader opladen. En die meneer van de Momento, die begon moeilijk te doen. Ik zei, ja, mijn moeder heeft een ongeluk gehad. Dus sorry. Ja, niks meer te maken, je moet nou weg. Je neemt andere mensen, neem je in gevaar. Of die breng je in gevaar. Ach joh, het valt toch ook allemaal wel mee, man. Van die mierenneukers. Ja, weet je. Maar zo is het leven, waarschijnlijk. Ja, hij is nou 1% opgeladen. Dus ik ga gewoon verder ergens anders opladen. Dus, godverdomme. Nee, ja, dan maar even opladen bij de overburen. Zie je dat? Bij de recensering kunnen we gelijk een gratis Nespresso'tje en een cappuccino nemen. Of normale koffie. Wat nog lekker is ook. Douwe, echt pers. Dus, dan moeten we hem hier even opladen. Het is niet anders. Sesam, open nu. Nou, we zijn 2 uur verder. Het is nu 4 uur. Doei verder, meneer. En het begint keihard te regenen. Ik heb een bakje koffie, zoals gewoonlijk, een Nespresso, een dubbele Nespresso. En dan staan er nog een paar bekertjes. En ja, hallo fijne meneer. Ja, weet je, ik heb hem voor 6% opgeladen. We gaan weer even verder. Oeh. Nou ja, dus mijn zusje die had de fiets op slot gezet. En die dacht toen... dat ik haar fiets niet mee kon nemen, maar kijk hier, één klap, slot open. Dat is nog uit de tijd toen ik op straat een beetje plezier maakte. Ik kom natuurlijk van de straat, dat weten al mijn volgers ook, als je dat nou nog niet weet. En daarom ben ik ook voor de duivel niet bang. Dus, en daarom weet ik ook mijn plekjes te vinden. En de enige mensen die mij echt onderschatten, dat zijn dan de jeugd, omdat ze mij zien. En aan het voorkomen denken dat ze er wel wat aan kunnen doen. Maar ja, goed. Wat een cappuccino drinken of een espresso. Hey, meneertje! Die drink ik even op. En dan gaan we weer verder. Hop. She like the wind. Wat je daar dan ook van vindt. Nee. Blijf altijd een kind, wat ze ook moet schrijven, het maakt nu niet meer uit, want ik ben keizer en zo, en daarmee punt uit. Didi. We are the world, we are the children, we are the one, we gonna make it fun, so let's get working. Ben je bij de documentaire bezig? Ja, we zijn documentaire bezig. Documentaire. Ja,
Oh, mag dat niet? Oh, oké, okay, is goed. Wat er? Ja, doe ik ook. Oh, wegwezen. Hé hey, jongens, we zijn toch geen scooter aan het stelen? Nee. Nee, want ik zie jullie daar een beetje moeilijk doen met scooter. Ja, dat is mijn scooter. Oh nee, dat is goed, godverdomme. Ja, meen je niet? Ja, hebben ze jou aangereden? Moet ik er wat aan doen? Oh, de auto, moet ik er wat aan doen? Als jij er wat aan kan doen. Ja, ik kan er wat. Nee, nee, ik ga naar moeders. Mijn moeders. Moeders is mijn. Ik doe jullie niet op de film. Moet ik er wat aan doen? Dus stuur me even een privébericht. Pak ik degene. Ja, als we hetgene weten. Wie oh, je weet het niet. Nee. Zijn er geen camerabeelden? Ja, ik zet jullie niet op hoor. Er hangen wel camera's hier. Ja, er hangen camera's. Ik zou ze opvragen als ik jullie was. Echt? Ik vind de camera's. Kijk daar. Ja, hier, daar. Oh. Ik vind het wel heel freaky dit hoor. Heel freaky. Ja, ik ook. Nou, ik ga er weer vandoor. Doei, doei. Yes, yes. Het is nu bijna 5 uur. De interviewers staan er ook nog steeds. Opiniepeilers. Ja, en wij gaan even naar de shop. Iedereen doet zo zijn ding. Hallo fijne mensen, hoe is het met jullie? Hallo. Vandaag ga ik gewoon een keer naar upstairs. Want daarmee kom je het verst. Hallo meneer. Dus. En dat. Het is gelukt. Tientje. Tangerine Haze. Want de Amnesia was op. Dus voor 10 euro krijg je dit. Nou ja, goed. Wij gaan onze weg weer volgen. Hallo, Bella, hoe is het? Sorry? Bella, toch? Nee. Nee, niet, oh. Nee, sorry. Bella. Donatella. Nou, daar gaan we dan. Matje! Hoe is het jongen? Hop! Ja, doe dat! Helemaal geweldig jongens! Helemaal geweldig! Kijk hem gaan! Lily! Oh jongens toch, wat een gekke zeg! Als de kerkklokken luiden, dan draai ik mezelf weer om voor u! Wat gaat u doen vandaag meneer? Heel mooi! Wat gaat u doen meneer? Huh? Hartstikke goed, wat gaan we doen vandaag? Ik loop even door Arnhem. Oh, even door Arnhem, even gezellig. Ja, oh, gezellig. Ja, het is zo anders joh. Wat bedoelt u? Ik woon de 44 jaar in Oosterbeek, hè? Ja. Dat is vlak bij Arnhem. Ja. Ja, de grond slaan en zo. Wat bedoelt u anders dan? Wat bedoelt u daarmee? Wel zo anders. De wereld lijkt zo anders sinds jij hier bent verdwenen. De straat is nu zo somber. Wie had dit kunnen denken? Als ik dit had geweten, had ik wel ingegrepen. Om niet van u te houden, maar dat is nu te laat. En dan komt hij, hè? Als je alles weet en je denkt niet na, kan opeens de zon verdwijnen als zij jou verlaat. En een andere wereld gaat dan open. Een wereld die u niet meer kunt ontlopen. En dan is het te laat. En dan komt hij nog één keer. Als je alles weet. Fijne dag, hè? Dank je wel. Is goed, meneer. Dat ik mijn liefde. Je raadt het nooit. Ik kom uit de muziek, hè? Oh, en wat vond u ervan? Redelijk. Muziek, soms goed, soms niet. Klopt. Maar heftig. Ja. Maar joh, en als je er zo bezig bent, wat ik voor jou vond, vond zo. Geweldig. Wat is uw naam? Hans. Hans van der Tocht. U staat op de tocht. Ja, of is het dat u tegen uw demonen vocht? Nee, ik heet Hans. Nee, Hans, is goed Hansie. Hansie, we gaan weer. Ik heb heel lang in Den Haag gewoond. Den Haag ook nog? Oh, oké. Okay. Ja joh, ik ken wel Shocking Blue. Shocking Blue. Aan Joffie, dat wil ik weer zeggen. Aan Joffie, dus af. Geweldig. Hey, Hans, ik vond het heel leuk om je te ontmoeten. Okay, doei. Hey, doei Hans. Dank nou, dat was Hans van die tocht. Geweldige man. Ik zou zeggen, blijven volgen, Keizer en zo. Morgen gaan we naar een andere stad. Dus dat. Yes, Keizer en zo. Yes, het is precies 5 uur. Nou, de mensen die gewerkt hebben gaan weer huiswaarts. Ja, dat denk je. Oh! Dat denk ik. We gaan naar de volgende. Dat meen je niet. Toch geen zwart werk, hè, meneer? Nee. Dat doen we niet, hè. Nou, laat ik mijn wiet ook nog vallen. En wat ik nou in één keer gezien heb. Moeten we het eventjes
zo onopvallend mogelijk doen. Dat is een, ja ik meen het echt, stopcontact. Woe! Als je mij gaat vertellen dat deze het doet, dan ben ik de gelukkigste man van de hele wereld. Hop, we gaan hem meemaken. We doen hem nu erin. Oh, ik denk al. Hoe gaan we dat nou doen? Nou, ga erin. Hup. Godverdomme. Hij doet helemaal niks. Ik ben helemaal flauw van. Godverdomme. Kut stopcontact. Ik stop het contact bij deze. Ja, nou. Zo. Zag er even heel raar uit, maar... Mevrouw, pas op. Luna. Luna. My name is Luna. I live on the second floor. Woehoe, doei doei. I live upstairs from you. Hallo fijne mevrouw. Het is niet de bedoeling hoor. Nee, nee, ik zag dat u via het openstaande, dat is niet de bedoeling. U moet via de normale ingang. Via de... Nee, nee, voor de... Maar dat is... jij fiets hier toch ook? Ja, dat is waar. Ja, daar heeft u wel gelijk in. Zullen we even samen wat gaan drinken? Nee, nee niet? Geen zin in? Oké, verder dag. Doei, doei. Hallo, verder mevrouw. Alles goed met u? Wat heeft... Ik heb iets onhandigs gedaan. Wat heb je gedaan? Vertel. Nee, dat wil ik weten. Vertel. Hoi Maria, ben je nog binnen? Oh, dan gaan we het meemaken. Ze heeft iets onhandigs gedaan. We mogen het niet weten. Weet jij of jouw sleutel ook op de voordeur? Oh, de sleutel. Oh jee, ze heeft een probleem. Oh, ik voel hem al aankomen. Nee? Ze heeft een probleem met haar baas. Ik kom even naar je toe, oké? Jongen, jongen, wat een mooie fiets. Ja. Oh, schijfrempje voor, schijfrempje achter en een mooi helmpje op. Helemaal tof. Oh, toch, jongens, toch. Hatje. Nee, hoeft niet. Ik doe gewoon mijn ding. Hatje, we gaan deze kant op. Hatje, hallo. We gaan met de helm op. Helm op. Nou, mevrouw, vertel. Wat is er aan de hand? Wat heeft ze fout gedaan? U heeft ten eerste al een hele foute helm op. Je ziet er super leuk uit. Sympathiek uit, enzovoort. Ja, weet ik. Maar ik vind het eigenlijk helemaal niet zo fout. Oh, ik wist niet dat je meteen doorheen... ik word daar ook gefilmd. Nee, maar ik wil alleen vragen aan u. Waarom heeft u nou zo'n bekakt helmpje op? Een bekakt helmpje? Ja, ik vind het... Het is verplicht om een helm op te hebben bij deze fiets. Ja, die, omdat hij sneller gaat. Ja. Hoe snel gaat hij? Een soort brommer. Meen je niet? Een brommer? Nee. Een snorfiets? Sorry. Maar goed, lang verhaal. Nee, maar u heeft... het is een snorfiets. Nee, ja, het is een speed pedelec. Een soort snorfiets. Dus het zit in principe wel snor tussen ons. Ja, nee. Ja, dan zou ik snor met iedereen. Ja, ik zou snor met haast. Haast? Daar heb je niks van gemerkt. Maar, ik raak weer de gevoelige snaar. Niet, of doe ik een beetje raar. Ik ben slechts kunstenaar. Met een chihuahua en een dubbel kkk. Ja, ra, abracadabra. Weet je wat? Ja. Dat ik toch niet zo fijn ben. Niet? Waarom dan weer niet? U heeft zo'n bekakt helmpje. Wat vind je niet zo fijn? Aan de lijn? Nee. Ik heb niemand aan de lijn. Ik ben ook helemaal niet fijn. Nou ja, doe nu niet zo azijn bij de wijn. Beetje water bij de wijn. Fijne dag. Doei, lieverd. Doei. Hallo, fijne meneer. Hallo. Nou, we zitten dus bij de Jumbo. Jumbo Jet. Op de grond weliswaar. De, op te laden. Dus dit is mijn oplaadpunt. Deze is niet van mij. Dat zeg ik er even bij. Ik weet niet eens wat het is. Het is nog alcoholvrij. Nee, dat is niks van mij. Wat ik wil zeggen, ja. Er kwam net een man. Een man die mij nog kende uit de vorige vlog. Ik had hem in de vlog gezet. Dat was die meneer met stofzuiger. Een donkere meneer, waarschijnlijk Surinaamse. Doet het niet toe. Maar die komt net hier, die ziet mij zitten. Met dit, los daarvan. Die ziet mij zitten. En die zegt tegen mij, wil je misschien wat eten? Wil je misschien wat drinken? Wil je misschien... Ik zeg, nou doe maar een biertje, Heineken. Hallo lieverd. Hallo. Fijn dat je even wat gaan eten vandaag. Duimpje gaat omhoog. Nou, ze doen maar Heineken. Hij zegt, ja is goed, ga ik halen voor je. Dus deze meneer, die eigenlijk een krantenbaan heeft en ja, gewoon een minimum inkomen heeft als ik, zelfs nog iets minder waarschijnlijk, die biedt mij dan een biertje aan. Ja, weet je, daarvan ga ik, en dat meen ik echt, daarvan ga ik, nou niet huilen, maar daar word ik emotioneel van. Is gewoon zo. Iemand mij dat aanbiedt. Huh? Ja, ik bedoel, de wonderen zijn de wereld nog niet uit.
Dus. En dan gaan we hier wachten op het biertje. Fijne dag meneer, fijne avond. En ja, het zijn toch altijd de mensen waarvan je het niet verwacht die jou dan helpen. Dat is echt zo. Een mooi scootertje. Nou, en we gaan het meemaken. Ik zal wel even voor de zekerheid deze weggooien. Want anders denken ze dat ik hier aan het drinken ben in het openbaar. Het is nog alcoholvrij ook, dat is niks voor mij. Dan gooi je hem hierin. Hop. Doei doei vriend. Oh, hij komt weer terug. Geen barcode gevonden. Ja, vind ik gek. Hallo fijne meneer. Ik ben een beetje dronken. Ah, yeah, yeah. Ja, hop. Daar staan we dan op het hoekje. Op de hoek van de straat sta ik in het felle licht. Met mijn haar door de war. Een verlopen gezicht. Jij staat daar om wat centen te verdienen. Maar straks ben jij alleen. Kijk zij niet meer naar je oom. Toe zeg me alsjeblieft. Als ik jou vergeef, kom je dan terug. Ik weet dat het je... Hier, daar staat hij niet. Nou. We gaan het gewoon meemaken. Het is echt zo, ik lieg er niet om. Ik lieg er niet om. U gaat mij... Kijk, dat geloof ik niet. Het is echt waar, het gebeurt echt bij de service. Wow. Toppertje. Moet dit flirt of blikje? Doe maar blikje. Oh, ja, ik heb blikje. Dank u wel, tof. Ik ga weer naar binnen. Hè. Is goed, meneer. Dat had ik niet verwacht. Dat vind ik echt heel lief van u. Doei, doei. Nou, daar gaan we dan. We gaan weer naar huis. Hop, hop. Mijn vlogdag zit er vandaag wel op. Ik heb een heleboel liefdevolle mensen ontmoet. En dit heb ik net gekregen. Ja, jullie geloven. Ik geloof het zelf ook niet, maar het is echt waar. Kijk hier, kijk. Gewoon een sixpack. Wat wil je doen, Daan? Wat wil je doen? Ik heb gewoon een sixpack gekregen net. Hey! Hey! Wat ga je doen? Lekker zuipen! Lekker zuipen! Dan ga ik achterop! Joepie! Doei, doei! Ja, we gaan maar. We gaan. Ga je vloggen? Ja, tuurlijk. Doei, doei! Hoppa, daar gaan we. Nee, terug joh. Kijk, ik hoef niet mee. Hop. Ja, ik zou zeggen, blijf me volgen. Keizer en zo. En ja, dat dus. Yes, yes. Ja, jongens. Nou, dan gaan we nog bij eentje kijken hoe snel we kunnen. Met de sixpack. Ha! Oeh. Eén hand aan de stuur. En één hand de bult af. Daar gaan we dan. Hoppa, hop, hop. Oeh, oeh, oeh. Oeh, mevrouw. Oeh. Nou, ik denk dat we nu bijna 30 km per uur. Hop, hop. Oh, we gingen al bijna. Oh, nee, nee, politie, nee, niet. Oh, jongens. Ah, pak me dan, jullie kunnen me toch niet pakken. Hoppa, daar gaan we weer. Oeh. Oh, jee. Wow. Oh, nee, ik lukt niet. Ik krijg een motorboot. Kapot! Ja. Nou, nog één trap. Op, op! En het zijn! Wow! Wow! Oh. Sorry meneer! Kapot! Helemaal kapot! Waarom is het zo donker om je heen? Echt kapot. Kan niet meer. Kapot. Kom op. Hoppa. Nou. Wow. Hop. Binnen 3 minuten. Van de Jumbo. Naar hier. Helemaal kapot. Ik kan niet meer. Kapot. Hi jongens. Toch minder gaan roken, want 3 minuten vond ik nog te weinig. Te veel. Hallo fijne meneer. Hoe met u? Alles goed? There we go.
Dat was het dus. IJzer en zo. Zeg tegen alle mensen bedankt. U ook bedankt dat u er nog zit. Dat u er nu nog zit in het donker. Ik ga weer naar huis, man. Kapot. Echt kapot. Nou, het is nu. Hoe laat is het nu? Hoe laat is het nu? Ik weet niet, 6:45 of zo. 6:45. We hebben de oplader opgehaald bij de Jumbo. Die was ik vergeten. Heb ik weer. Hè? Nou, ik zei net tegen mijn moeder. Ik zeg, er waren een aantal mensen. Ik zal het mondkapje afzetten. Die me nogal aan het dreigen waren via privéberichten. Dus ik zeg tegen mijn moeder. Ik heb bijna een kwartier lang bij Holiday Inn gestaan. Ik kwam met me niemand. Nee. Lekker dan. Ja, als je dreigt moet je het ook doen. Hé, mam? Ja. Wij dreigen niet, maar we doen. En ik ben er zelf helemaal niet van de agressie. Ik bedoel, ik ben ook geen vechtersbaas. Ik kan helemaal niet vechten. Maar ik vind wel dat als jij A zegt, moet je ook B zeggen. Dus, nou, de telefoon is nu 2% opgeladen. Ik heb hem nu daar erin zitten. Hop hop, wat gaan we eten, mam? Rijst. Met vlees. Met kip? Nee. Met wat dan? Sajurboontjes. Oh, lekker. Is dat jouw favoriet, mam? Niet echt. Wat is dan jouw favoriet? Pasta. Nutella. Pasta. Ja, dat snap ik. Dus, je houdt niet van chocoladepasta? Nee. Niet. Waar werk je nu, man? Op het moment nergens. Oh, ik dacht dat jij... Op het moment denk ik niet eens werk. Niet? Nee. Ik dacht dat jij met... Oh, ik werk in de zorg. In de zorg, ja, nee, ja. Wel eerlijk blijven. Hoe lang doe je dat al? 11 jaar. Mensen zijn nog fijn aan het hardlopen. Oeh! 11 jaar. Wat heb je daarvoor ook gestudeerd? Ja, ik bedoel, is het een soort studie helpend in de zorg of SPW? SPW. Welk niveau? Niveau 2. SPW niveau 3. Oké. Okay. En heb je ook op deel gestudeerd? Nee, niet. SPW. En heb je dan ook, mag je ook medicatie uitdelen? Ja. Oh, dat wel. Oké. Okay. Nou, dat is dan wel een extraatje, hè? Want je hebt ook mensen die mogen geen medicatie uitdelen. Nee. Ja, dat is alleen maar knap. Ja, die nieuwe wijk hier bij het weg achter het bos. Dat zag ik net pas voor het eerst, man. Waar die oude kazerne zit. Kan je nagaan, als je een tijd uit de roulatie bent geweest, dat er heel veel nieuwe dingen zijn. Dus zelfs dat ik met de eerste lockdown, dat al die terrasjes nog open waren, dat ik erin ging. En toen ik eruit kwam, mocht je in één keer nergens meer op het terrasje zitten. Wat vind je daar nou van? Mam. Hoi? Ja, dat je niet op het terrasje mag zitten. Ja, tegen wie? Aan wie moet ik dan? Dat vind ik niet leuk natuurlijk. Niet? Hou jij ook van terrasjes? Ja, natuurlijk. Oh. Dus het duurt voor jou ook te lang? Ja, het duurt te lang. Ja nee, oké. Okay. Nou, deze wijk bedoel ik dus. Dan moet je volgens mij ook wel wat geld hebben om daar te kunnen wonen, hè? Minimaal een roodje per maand wat je betaalt? Of zijn het koopwoningen, man? Allemaal koopwoningen. Oké. Okay. Nou ja, ik zou zeggen, blijf me volgen. Dat was het interview met mijn moeder, Willeke van Barneveld. We zijn altijd open naar de mensjes. Mocht er wat zijn, bel me, app me. Maar ga me niet lopen dreigen, dat houdt niet van. Ja, wie houdt er wel van? Misschien is het ook wel jaloezie, want ik krijg heel veel privéberichten nu. Van mensen die zeggen, ah joh, ze zijn stiekem mijn haters, weet je wel. Kijk, ik laat me niet snel gek maken, maar op een gegeven moment is het wel klaar, hè. En vooral als het ook nog bekenden zijn, die dan bij de hand doen. Niet dreigen, maar gewoon doen. Dus, dat. Yes, yes, IJzer en zo.